Ja, ik ben Alexander Vaal, geboren in Enschede, getogen in Haaksbergen. Inmiddels 4 jaar getrouwd. Ik en mijn vrouw hebben deze winkel geopend. Hoe lang geleden was dat? Dat was 3 jaar geleden, bijna precies 3 jaar geleden, 16 december in 2017. En wij zijn allemaal nog steeds heel blij. Zoals jullie eerste filmpje hebben gezien, gaan we nog steeds door op dezelfde voet. Wij zijn een franchise-keten genaamd Subway, zoals iedereen wel ziet. We hebben verschillende soorten koekjes, allemaal vers gebakken, zoals bakken we ook onze broodjes allemaal af. We hebben verschillende soorten groentes en soorten vleeswaren en dat bereiden wij voor de ogen van de klant. Dus iedereen mag zelf uitkiezen wat hij graag wil hebben. Dit is niet allemaal rozige maneschijn geweest, er waren wat bestrubbelingen hier in de buurt. Vertel daar eens over. Inderdaad, zoals jullie nu deze kant op zijn gekomen, het gaat om de vergunning ook, denk ik. Wij hebben onze vergunning inmiddels ook weer terug. Wij hebben gewoon gedaan wat de gemeente vroeg. We hebben alle documenten aangeleverd, alle papieren opnieuw ingevuld. En we hebben gelukkig onze vergunning weer. Hoe kwam het zo dat je de vergunning werd ingetrokken? Eerder is ook in de krant geweest. De mensen hebben waarschijnlijk wel gelezen. Het ging om de bovenburen. Ze waren niet eens met dat hier een broodjeszaak kwam. En later kwamen klachten van geuroverlast. En bijvoorbeeld vet. Maar wij werken helemaal niet met vet. Alles is gewoon vers, zonder frituur. Ja, en er kwamen wel een aantal andere dingen waar ze niet mee eens waren. Maar ja, daar kunnen we lang over praten. Dat hoeft niet. En zo is het gegaan en ja, we hebben onze vergunning terug en dat is het belangrijkste. Hoe zie je 2021 voor je? Wij gaan ervan uit dat 2021 net zo'n mooi jaar wordt als afgelopen jaren. Als ik de omzetcijfers zie, dan groeien wij elke jaar weer. Dus daar gaan we vanuit dat dit jaar, komende jaar, ook weer beter gaat worden.